Makers, de nieuwe Range Rover is er en wij hebben het geluk om er vandaag mee rond te mogen rijden. De nieuwe Range Rover is natuurlijk altijd een spannende wagen als die op de markt komt, want de vorige generatie is zodanig legendarisch dat de nieuwe generatie niet anders kan dan de vorige generatie te proberen overtreffen. En qua looks valt het duidelijk op dat de nieuwe Range Rover toch in de trend blijft van de vorige generatie, maar aan de andere kant een stuk moderner is geworden. De grootste verandering zit weliswaar onderhuids, waar ongeveer 420 kilogram bespaard is. Maar vergis je niet, deze wagen blijft loodzwaar. Land Rover biedt de mogelijkheid aan van 3 motoren in deze Range Rover te plaatsen. 2 dieselmotoren en 1 benzinemotor. De benzinemotor is een 5 liter grote V8 met 510 pk. Een imposante motor, maar een diesel past misschien toch iets beter bij deze Range Rover. Wij zijn momenteel op pad met de SDV8 motorisatie. En er is ook nog een 3 liter grote V6 dieselmotor beschikbaar. Downsizing is nu eenmaal hip geworden. Deze V8 is goed voor 339 pk en 700 Nm, waardoor deze grote en imposante wagen in amper 6,9 seconden naar 100 springt. Toch een mooie prestatie. En zeker als je weet dat dit in combinatie gebeurt met een verbruik van 8,7 liter per 100 km, wat toch wel aan de lage kant is en wonder boven wonder ook echt haalbaar, met beheersing van je rechtervoet. Wie iets meer gas geeft en iets sportiever wil rijden, komt uit op ongeveer 9,5 liter, wat nog steeds acceptabel is. De aandrijflijn is over het algemeen zeer vlot en dankzij een achterapsautomaat die met schakelflippers aan de stuur te bedienen valt, krijgt deze Range Rover toch een licht sportief toetsje, wat uitzonderlijk is voor een grote, logge en imposante wagen als deze. Een Range Rover moet natuurlijk capabel zijn op road en daarom is Land Rover deze wagen ook vol met technologie gestoken. We vinden bijvoorbeeld overal camera's die tonen waar de wielen exact staan. Er is een terrain response systeem dat je toelaat enerzijds zelf te bepalen welke instellingen je wilt. En anderzijds is er ook een functie die de wagen automatisch laat bepalen hoe de kracht over de 4 wielen verdeeld moet worden. Verder is er ook heel descent control dat je helpt een afdaling te maken. En verder is er ook een low range gearbox voor wanneer die afdaling terug naar omhoog wil. Het komt erop neer dat deze Range Rover dus capabel is off-road, maar als je 22 inch velgen met sportbanden krijgt, zoals wij momenteel op onze testwagen hebben, dan boet de wagen natuurlijk in aan terreincapaciteiten. Dus wie off-road wil gaan, moet de patservelgen achterwege laten en kiezen voor iets meer capabele banden. De beginprijs van deze Range Rover bedraagt €75.000 en daarvoor krijg je een zeer degelijk basispakket en alle gadgets die je nodig hebt om iets off-road te kunnen gaan doen. Wij zijn op pad met de Autobiography-versie en de V8 en die kost ongeveer €100.000. En we krijgen niet alleen verbeterde off-road gadgets, maar verder zijn er ook extra luxe gadgets zoals bijvoorbeeld een sfeerverlichting en een hoogwaardig geluidssysteem. Echt goedkoop is de Range Rover niet, zal in alle waarschijnlijkheid ook niet worden, maar één ding is zeker, je krijgt waar voor je geld. Conclusie, deze Range Rover is lichter, zuiniger en misschien zelfs imposanter geworden. 22 inch velgen zijn dan misschien waardeloos off-road. In een chique winkelstraat komen ze des te meer tot hun recht. En als we negatieve punten zoeken, het enige dat we kunnen vinden is dat het infotainment systeem misschien wel een beetje traag is. Maar voor de rest is deze topwagen uit deze topklasse een wagen die de concurrentie het nakijken geeft, net zoals alle vorige generaties dat ook deden.